Yes, baby. Dit najaar komt de warmste week terug. I love the warmste week, you love the warmste week, everybody loves the warmste week. Maar het wordt dit jaar anders dan anders. Je hebt dat filmpje misschien gezien met al mijn collega's die dan zeggen van... Dit jaar is het niet je geld, maar net jij die telt. Maar, what the f***? Geen geld. We hebben vorig jaar meer dan 17 miljoen euro ingezameld. Geld inzamelen, wij kunnen dat keigoed. Ja, zeker. Maar de afgelopen maanden hebben we getoond dat we meer konden dan dat. Soms leek het alsof de warmste week gewoon al begonnen was. We deden het met applaus. Met een beer voor ons raam. Van op afstand vaak. Soms met kleine onnozele dingen. Of wat groter. We deden het op onze manier. Maar we deden het. En we willen het blijven doen. Dus we zijn op zoek naar projecten en goede ideeën waar we ons samen voor kunnen smijten en waar we samen het verschil mee kunnen maken. Zoals hier in Heverlee. Goed voorbeeld. Hier in het Heilig Hart Instituut is er... De kast. Random kast, niks speciaals aan. Op het eerste zicht, want dit is een keigoed voorbeeld van wat die nieuwe warmste week zou kunnen zijn. Het begon met een klein en simpel idee van directrice Sigrid en mama's Ann en Nele. Dit is de kast, Linda. In deze kast kunnen mensen die hier binnen en buiten lopen iets brengen. Wat ze thuis te veel hebben of als ze in de winkel zijn, ze denken dat kan van pas komen. Het wordt in de kast gestopt. Het is wel alleen de bedoeling dat de mensen de dingen erin stoppen. En wij zelf halen ze eruit en geven ze eigenlijk mee aan mensen die het op dat moment goed kunnen gebruiken. Koekjes, pasta. Iemand heeft er peperkoek in gestopt. Stoepkrijt voor de kinderen. Puzzeltje. Playmobil. Kaartspelletjes. Pampers zie je van boven nog steken. Rugzakjes. We hebben vaak kinderen die toekomen op school ook. Die niks hebben, ook geen boekentasje. Heel veel verschillende dingen in onze kasten. Ik word er goed gezien van uw kast. Ja, dat begrijp ik. Echt waar. Ondertussen is de kast al zoveel meer dan gewoon de inhoud die hierin zit. Wij proberen ook met het geld dat we af en toe krijgen, hè, mensen die ons wat geld geven, proberen we ook de kinderen sportkampen te laten doen of een heel jaar sport op school. Nieuw speelgoed ook aankopen, zodanig dat de kinderen voor hun verjaardag iets krijgen. De kast is ontploft. Eigenlijk wel, je ziet het wel een beetje ook. Hè. De kast is ontploft, het gaat er ook allemaal niet meer in. Ondertussen hebben we al bergingen nodig waar dingen van de kast staan. Kamertjes vol eigenlijk, om alles wat we krijgen toch bij de juiste persoon of bij het juiste gezin terecht te krijgen. Ja. Amai, wat een project. Ja, een heel fijn project. Heel warm. Veel warmte zit erin, in de kast. En zo werd een simpele kast, dankzij de hulp van een paar enthousiaste mensen, een groot en life-changing idee. En dat is het. Daar willen we naartoe met de warmste week dit jaar. Ofwel, woont je in de buurt van Leuven en steekt je zelf iets in deze kast? Of je installeert zo'n kast in jouw school of die van je kinderen? Of je hebt een totaal ander idee. Misschien wilt je wel een speeltuintje sjorren voor het opvangcentrum bij u in de buurt. Of de nieuwe truitjes maken voor de G-sportploeg. Of misschien wilt je wel zo'n belcirkel opstarten om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Dat zijn allemaal topplannen. Surf naar dewarmsteweek.be en laat maar komen uw idee, want dit najaar is het aan de doeners. De bouwers, de makers, de helpers. Iedereen heeft wel iets waarmee hij het verschil kan maken. Maar maak het verschil en doe mee met de warmste week.